Deze beschouwing is geheel en al gewijd aan de Jezuïeten. Ik ga nog een leuke titel verzinnen. Die weet ik nu niet, maar jullie wel, want jullie zien die titel bovenaan staan. Grapje, grapje, grapje. Niet gelijk stoppen met luisteren. Maar in de titel komt te staan Jezuïeten. En dan zou je denken, ja, die Perry toch, die zit anno 2019 een verhaal te houden over een organisatie die is opgericht in het begin van de 16e eeuw. Hij is wel een beetje achterlijk hoor, die Perry. Ja, dat is maar hoe je het beziet, hè? Kijk, de stelling van Pythagoras, die is van 600 jaar voor onze jaartelling. En daar ben ik ook van. Hè? A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Ja, dat is al alles bij elkaar 2600 jaar oud. Maar het telt nog steeds, hoor. En dat geldt voor de Jezuïeten ook. Dat stelletje criminelen, dat heeft zich geformeerd onder de aanvoering van Ignatius de Loyola, ergens rond 1530 of zo. En toen zijn ze naar die hoofd van de maffia gegaan. Dat hoofd van de maffia, de paus van die dagen. En zegt van, nou, wij willen wel het vuile werk voor jou komen doen. Je kennen we erbij komen, heeft hij. Ja, ik en mijn club. Dat was Ignatius de Loyola. Hè? En de paus over, nou, ja, dat weet ik zomaar niet. Ja, je zegt nog wel wat wil je maar doen dan? Nou, dan gaan we iedereen die jou niet eerbiedigt, die gaan wij, martelen, doden, verkrachten. Daar gaan we allemaal leuke dingen mee doen. Het doel heiligt de middelen, of niet? Nou, die pauzes, nou, daar moet ik even over nadenken. Nog even denken. Pizza. Nou, dat duurde dik 10 jaar of zo. Of iets minder dan 10 jaar. Ja, rondom de 10 jaar. 1540. Had je het, er was toch het concilie van Trent of zo. Als ik het fout zeg, dan heb ik Jurk Liesman weer over me heen. En terecht, maar erbij. 1540, toen waren ze officieel opgericht. En toen begon de grote ellende. Kijk, daarvoor was het vervolgen van mensen die niet de tenen van de paus kusten. Het vervolgen van die lui, dat lag bij de Dominicanerorde of zo. En die katholieke kerk, dus het universele geloof, het wereldgeloof, zullen we zeggen. Want er is naar mijn idee een wereldgeloof, hoor. Er is maar één geloof. En dat is een mengeling van logica en het woord van God. Maar het wereldgeloof in formele zin van dit is het gebouw A van het wereldgeloof en dat is gebouw B van het wereldgeloof. En noem het maar de materiële uitvoering van het wereldgeloof. Ja, dat is de universele kerk, oftewel de katholieke kerk. En die organisatie die bestaat al sinds het jaar 300 ongeveer. Hè? Pak een beet. Het concilie van Nicea. Een concilie is een soort raad, een vergadering. We komen allemaal bij elkaar. Dan en dan, oké? Okay? Nou, toen is dat wereldgeloof gesticht in Nicea. Ja, formeel gesproken gesticht. Ze waren het al lang van plan. Nou, niet iedereen deed mee.
Nou, dat was niet naar de wens van degene van het wereldgeloof. En toen kwam de vervolging van iedereen die niet meedeed. Nou, die Jezuïeten die kwamen er stevig in 1540. Die namen dat gedoe van de vervolging van de ongelovigen over van de Dominicanerorde. Een ongelooflijk partijtje verschrikkelijke dingen aangericht. En ze zijn nu opper en oppermachtig. Ze binnen de katholieke kerk hebben de Jezuïeten alles overgenomen. Voor alles. Ze zijn toonaangevend geworden binnen de kerk. Ja, ze hebben eeuwenlang het vuile werk gedaan en nu willen ze de waardering die daarbij past. En als je kijkt naar wie er allemaal Jezuïet zijn, dan valt alles op zijn plek hoor. Zo mijn tante Irene een keer, dan had ik het over die Jezuïeten. Dat was gewoon een familiefeestje. Ja, misschien moet je het ook op een familiefeestje er niet over hebben, maar... Maar mensen begonnen over politiek, niet ik. Dat was mijn nicht, mijn volle nicht, Sanne of zo, of de man, een hele leuke kerel. Ik weet niet waar ze het over krijgen. Ik dus de mopper over de Jezuïeten. En mijn tante Irene, de Jezuïeten die zorgen voor het onderwijs. Toen dacht ik, oké, time to pull back. Toen vroeg mijn volle nicht Sanne, die vroeg mij, wil je ook een beetje extra anchovies over je pizza? Ik zei, ja, lekker. Een goed idee van Sanne. Dan heb je zo'n pizza Siciliano of zo. Dat is een pizza met anchovies. Maar ja, er zit niet zo heel veel anchovies op. Dan heb je gewoon zo'n extra blikje anchovies. Koop je in de supermarkt, kost geen rol. Ja, kost een euro of zo. Hoppakee, zo'n blikje open. Allemaal wat extra anchovies op de pizza. Smakelijk eten allemaal. Door mijn tante Irene heeft gelijk. De Jezuïeten die hebben wereldwijd iets van 20 universiteiten. Die zijn door de Jezuïeten opgericht. Het zijn grote ondernemingen hoor. Daar studeren duizenden mensen per universiteit. Dat is geen geintje. En dan per jaar studeren daar dus honderden af. Dus het zijn broeinesten van mensen die onderwijs hebben gekregen van de Jezuïeten. En you believe me dat die Jezuïeten niet het verhaal vertellen wat ik jullie nu vertel. Nee, die vertellen het verhaal dat die Jezuïeten het allerbeste zijn sinds God het gesneden brood heeft uitgevonden. Zo zouden de Amerikanen zeggen. Indoctrinatie heet dat. Een belangrijke universiteit in dit geheel, want binnen de universiteit heb je de grotere en de kleinere natuurlijk, maar de grootste, de beroemdste universiteit is de Universiteit van Georgetown. Look it up op Wikipedia. Ik weet het zien. Jezuïeten hebben dat ding opgericht. Dat is een groot terrein, jongen. Yeah. Vroeger had je de landbouwhogeschool in Wageningen. Dat was ook best mooi. Op de Dreien had je zo'n heuvel dinges toestand. Vlak bij de Wageningse berg. Dat is helemaal geen berg. Maar... Had je de Dreien, was best een mooi complex. Maar als je kijkt naar Georgetown University... Zo.
Man, wat een terrein is dat. Daar was de landbouwschool, hebben ze helemaal afgebroken, want dat terrein, dat kon de gemeente of wie dan ook, kon er voor goed geld verkopen aan een projectontwikkelaar. En die is er wat moois gaan maken. En de universiteit is verplaatst naar voormalig landbouwgrondgebied. Ze hebben die boeren onteigend en dat is een heel lelijk stuk tussen Wageningen en de snelweg. Er zaten allemaal boeren. Wat van die zielige koeien. Ja, daar zit nou een campus. Maar dat is niks. Het is een dorpje vergeleken bij Georgetown University. Nou, en wie hebben daar gestudeerd? Noem ze maar. Een of andere beroemdheid in de Amerikaanse politiek. 60% kans dat hij van Georgetown komt. Bill Clinton, Hillary Clinton, allebei. Zo'n zoon van Trump, die zit ook op zo'n Jezuïte universiteit. Trump zelf is grote vriendjes met Il Papa. Waarom denk je dat Trump zo lekkere president mag spelen? Nou, omdat hij precies doet wat de paus zegt natuurlijk. En wat is de paus momenteel? Ja, de paus, die functie, dat wordt bekleed. Met de nadruk op kleding. Door een jezuïet. Jorge Mario Bergoglio is een jezuïet. En denk je dat die orde ooit sorry gaat zeggen? Oh ja, achteraf misschien, ja, het was wel een beetje, ja, het was een beetje stout wat we hebben gedaan. Hè? We hebben allemaal mensen doodjes gemaakt. Nee, dat wil ik niet. Het doel heiligt de middelen. Dat is hun credo. Er is ook zo'n enger, die heet Zbigniew Brzezinski. Ook over zijn nek in de jezuïtische connecties, als hij zelf geen jezuïet is. Zbigniew Brzezinski is degene die dat hele idee opstartte van die Mujahedin-dinges opstand in Afghanistan. En dat Osama Bin Laden daar de leider van werd. En dan konden ze later Osama Bin Laden de schuld geven dat hij met behulp van een paar breekmesjes, dozensnijders heet het op zijn Amerikaans. Zijn die mesjes, die koop je bij de Gamma, 3 voor 1,50. Allemaal zo'n mesje. Zeg maar een soort Stanley mes, maar dan is een Stanley mes nog een luxe uitvoering. Gewoon een Stanley mes van plastic. Zijn plastic Stanley messen. En dan 19 van die Arabieren met plastic Stanley messen. Die sturen we even op het vliegtuig gebeuren. Die krijgen wat vlieglessen en dan hoppakee, het hele wereldhandelscentrum in New York verandert in as. Osama Bin Laden. Lievelingetje van Zbigniew Brzezinski. Er is een man en die heeft een boek geschreven. Who owns your gold? En wie is de eigenaar van het goud? Of jouw goud? Die man heet Gardner met een D van Dirk. Ja, die vertelt niet alles over die jezuïeten, maar zijn verhaal begint wel dat hij op een receptie was, maar hij werkte voor de European Space Agency of zo. Dat er iemand naar hem toe kwam en of die kwam langslopen en die zei: die man, die gaat ons allemaal vermoorden. Die maakt ons helemaal kapot. En hij zei: welke man? En die schreeuw lelijk in kwestie, die keek hem aan en die zei: Zbigniew Brzezinski. Ja, een jezuïet. Of eraan gelieerd, een coadjutor heet het dan.
Maakt me niet uit. Maar zit je ergens aan een machtsorganisatie, dan zit er een jezuïet achter. Overal. Het allergrootste kwaad van de wereld heeft zich verenigd onder die naam. Het vervelende is als je de Jezuïetenorde zou verbieden, wat ze hebben gedaan, hè? Uit honderden landen is die organisatie verbannen geweest. Honderden. We kennen het begrip Zwarte Vrijdag, toch? Hoe noemen we dat? Vrijdag de 13e. Ja. Black Friday. Nee, Black Friday, dat was die ramp op de beurzen. Maar vrijdag de 13e is toch een ongeluksdag? Ja. Als ik het wel heb, waren dat die Jezuïeten. Even. Pak hem er even bij, hoor. Ding is vrijdag. De 13e. Je moet niet die film hebben natuurlijk. De vervolging van de. Kijk wat hier staat. Oh nee, dat ging om de Tempeliers. Ja. Ja, nee, dit is prede Jezuïeten. Nee, niet alles door elkaar halen, Perry. Was die. Die naam van die man, die weet ik dan ook nog wel. Friday the 13th. Dan weet je ook waar het dan vandaan komt. Dat het een ongeluksdag is. En de Tempeliers, dat is een orde van de katholieke kerk, net als de Jezuïeten. En ook de Tempeliers, dat was een militair gebeuren. Die waren bezig met die kruistochten. Het is door Philips de Schone, die heeft dat verordeneerd, die vervolging van de Tempeliers. Philips de Schone was zelf, dacht ik, toch iemand van Spanje of niet? Nee, dat is van Frankrijk. Oh, hij wilde de macht van de kerk en de hoge edelen breken. Misschien was het wel een goede koning, weet je niet. Er is veel geschiedenis die niet verteld wordt, hè? Dat weet ik wel. Als je kijkt naar de geschiedenis van Nederland, daar hebben de Jezuïeten een behoorlijke rol in gespeeld. Onze Willem de Zwijger, wanneer is hij ook alweer vermoord? William the Silent. Ah, die is vermoord in 1584. En hij is vermoord door Balthasar Gerard. In opdracht, het was in ieder geval in opdracht van de kerk. En er staat dan hier op Wikipedia dat het ging om een oorlog tegen Spanje. Nee, het ging om een oorlog tegen de kerk. Zo wordt de geschiedenis de hele tijd een beetje gemoffeld. Net als in 1984, die roman van George Orwell.
Ja, je kan wel precies vertellen wat er gebeurd is, maar je kan maar beter vertellen wat er gebeurd is, maar dan in een iets andere context en heeft niemand in de gaten wat er nou eigenlijk aan de hand was. Het is niet helemaal liegen, maar wegmoffelen. Dat ging om een oorlog tegen Spanje en niet tegen de kerk. Het ging natuurlijk tegen de kerk, man. Tegen de algemene kerk, de universele kerk. De kerk met hun jezuïeten. En dan kan je je afvragen van waarom is die kerk en dan met die orde van die jezuïeten momenteel, hè? Waarom gebruiken die de Bijbel en het beeld van onze Heer? Was Jezus dan een jezuïet? Nee, natuurlijk niet. Had Jezus iets te maken met een wereldgeloof, met gebouwen en allemaal aanwezig zijn op de dan en dan en dan en dan gaan we weer eventjes een toneelstukje opvoeren? Nee, natuurlijk niet. Jezus had helemaal geen kerk. Als je Jezus wil vergelijken met anderen, dan treft misschien een vergelijking met Boeddha. Oh, een mens zonder bezittingen. Een mens die leefde van aalmoezen. Dat was Jezus. En precies dat symbool, dat beeld, dat is gebruikt door de katholieke kerk. En waarom? Nou, omdat Jezus en alles wat erbij hoort, dat is het geloof. Naar mijn mening dan, hè? Of op zijn minst onderdeel van het geloof. Je kan zeggen, de katholieke kerk, dat is een wolf in een schaapskleed. Want Jezus is het lam, weet je nog? Hey, lees je Bijbel een beetje goed, man. In Genesis komt het toch voor? Toch? Ja. Adam en Eva die bedekten zich eerst met vijgenbladeren. Zo. En daarna werden dat, was het iets met lamsvacht of zo. Oh, Jurk weet het precies hoe dat zit met de Bijbel en het lam. En de paus heeft het nog een keer gewaagd, het was niet deze paus hoor, een andere paus, om te beweren dat in het Oude Testament helemaal geen aankondiging staat van de komst van Christus. Ja, dat staat er wel. Er staat niet met zoveel woorden van dan en dan en dan. En mensen, pak allemaal je agenda en op die dag gaat het allemaal gebeuren. Nee, dat staat er niet. Dat kan ook niet. Maar het staat er wel. In profetische woorden. Goed lezen, mensen. Maar dan terug naar de jezuïeten, zijn beschouwing over dat tuig. Ja, we zitten ermee. En ze zijn verantwoordelijk voor zo goed als elke oorlog. Zoals je wil weten, waar komt het kwaad van deze wereld vandaan? In praktische, materiële zin, anno 2019... Dan zeg ik, de jezuïeten.
degene die de naam van onze Heer gebruiken voor een politiek doel. En niet malen om een 10, 20, 30, 40 miljoen dode burgers, meer of minder. Het doel heiligt de middelen. En het doel is absolute werelddominantie. En het volk aan de bedelstaf. Het is een ramp voor de mensheid. Heel erg. Ja. Zucht. En het heeft zich zo ingefroten. En dan ga je zeggen, ja, maar Piri, momenteel is toch niemand meer katholiek. Daar gaat het helemaal niet om. Het zal de Jezuïet echt geen biet uitmaken. Of er iedereen wel zondags naar de kerk gaat. Het gaat om de macht. En om het afleiden van de waarheid. Daar gaat het de kerk om. Dat mensen de Bijbel niet lezen. Laat staan begrijpen. Dat mensen zich overgeven aan bestialiteiten. Zich gaan gedragen als een beest. Wat ze willen, wat de katholieke kerk wil, wat dat tuig wil, dat schuim der aarde, dat wil dat wij ons gaan gedragen als beesten, dat wij ons gaan gedragen als slechterikken. En als zij dan ons allemaal hebben gemaakt tot enorme slechterikken, dan kunnen zij de baas worden van de slechterikken. Daar gaat het zo om. Wat denk je dat zo'n idioot begrip als een homohuwelijk vandaan komt? Uit medelijden met sodomieten? Hey, ik ben niet iemand als meneer Steven Anderson, die zich nogal kritisch uitlaat over sodomieten. Want er zijn grenzen. Maar een sodomiet blijft een sodomiet. Het is een zielig mentaal geval. Iemand die wegvlucht voor de dagelijksheid van de harde wereld. En in bed gaat liggen met het beeld van zijn vader. Zijn biologische vader dan, die hij niet had. Of zoiets. Het is zielig. Sodomieten zijn zielig. Maar dat betekent niet dat we ze moeten laten trouwen. Dat betekent al helemaal niet dat je een sodomiet zoals Paul de Leeuw het recht moet geven om kinderen te adopteren. Zodat die papa en mama kan gaan spelen met zijn sodomietische reetriddervriend. Dat is een gruwel in de ogen van God. Dat is een schande voor die. Het is verschrikkelijk voor die twee kinderen van hem. Die zijn eigen kinderen niet zijn, maar waar hij dan wel verantwoordelijk voor is. Ja, Paul de Leeuw heb ik het over. Weet je wel, die grappige komiek. Die grapjes maakte over de ruggen van mensen met Down syndrome. En waarom denk je dat het halve songfestival bestaat uit transgenders en homoseksuelen? Dinge dong every hour if I pick a flower. Dat zijn de Jezuïeten. Ja, het is de gedachte die achter de Jezuïeten zit. Die van ons een stelletje beesten willen maken. Die ons af willen leiden van waar wij werkelijk toe bestemd zijn. Kijk, dat het mogelijk is dat er twee mannen zijn en die runnen met z'n tweeën iets van een huishouding, een soort van herberg.
En weeskinderen die blijven daar plakken en hebben een fijne jeugd. Kan ik me van alles bij voorstellen. Maar twee reetridders? Die kinderen adopteren? Uit ontwikkelingslanden? Zoals Paul de Leeuw en zijn vriend. Dat is niet hoe het hoort. Hoe het hoort is dat je een man hebt en een vrouw. Die kennen elkaar al heel lang. Ze kenden elkaar al heel erg lang voordat ze überhaupt seks gingen hebben. De hele familie wist ervan. Van, oh, dat is Marie en Jan. Die lachen altijd zoveel met z'n tweeën. Die hebben zoveel lol samen. Nou, uiteindelijk kwam er dan een verlovingsfeest. En toen kwam er een trouwfeest. En toen kwamen de kinderen. En Marie en Jan, die wonen nog steeds gezellig thuis met z'n tweeën, zolang het nog kan. En het kan nog een hele tijd, want de kinderen komen regelmatig langs om even de boodschappen te doen en de ramen te lappen. Helemaal geen oudere zorg nodig, man. Marie en Jan, die zijn hun hele leven bij elkaar geweest. Die hebben 3 hele gelukkige kinderen. En die wonen nog in de buurt ook. Met hun gezinnen. Zo hoort het te zijn. Een samenleving die bestaat uit een samenhang van gezinnen. En als er ergens een gezin kapot gaat vanwege een auto-ongeluk of wat dan ook, dan worden de leden van het gezin worden opgevangen door die andere gezinnen. Heb je helemaal geen jeugdzorg nodig. Dat is de bedoeling van hoe het bedoeld is. Door God. Door de wil voor de filosofen onder jullie. Dat wil ik jullie gaan beledigen. Van, God, hij heeft het over God. Ja, de wil dan. Hè? Pak je Arthur Schopenhauer, de wereld als wil en voorstelling er maar bij. De wereld als God en zijn toneelstuk. Slecht vertaald. Maar ongeveer dat. Ja? En die jezuïeten, die verleiden ons tot dat soort hopeloze exercities, als een homohuwelijk. Een gratis methadon voor mensen die heroïne verslaafd zijn. En dat wij hier in Nederland moeten onze arbeiders, die dat geld verdienen voor heel Nederland, per arbeider, per man die op een bouwsteiger staat, en een schilder, en noem het maar op. Iedereen die echt wat doet, per zo'n persoon, 400-500 euro per jaar moeten naar de Europese Unie toe. En dat is nog maar het begin, hè. Zo over een tijdje is dat de 1000 euro per jaar. En dan is het nog maar een kleine stap naar 10.000 euro per jaar. En waar gaat die poen naartoe? Nou, voor een deel wordt dat weggegeven aan zogenaamd arme landen, zoals Litouwen. In Litouwen krijgt iedere inwoner, inclusief baby's, bajersklanten, bejaarden, iedereen krijgt daar 500 euro per jaar van de EU, van ons geld. Ja. En waarom? Nou, omdat die jezuïeten, die willen Europa kapot. En waarom willen ze Europa kapot? Ze willen alles kapot. Ze hebben nooit iets anders gewild. Denk dat eventjes goed in, hè. Mensen als Bill Clinton en Hillary Clinton, die zijn getraind door de jezuïeten. Ja, word wakker. Ik zeg niet dat je elke jezuïet, dat je die moet vergiftigen of gewoon doodschieten aan plein publiek. Want dat zou namelijk geen biet helpen, omdat wij zelf zo immoreel zijn.
Dus als je de Jezuïeten zou doden, nou, dan moet je tellen tot 10 of 12. En dan heb je daar een nieuwe organisatie voor terug. Van, oh, wat leuk, de Jezuïeten zijn dood. Nou, dan nemen wij het wel over. Want het volk is nou net zo immoreel. Want je kan wel zeggen, nou, het homohuwelijk, dat is een typische Jezuïtische uitvinding. En dat is dan schande of zo. Ja, maar half Nederland vindt het geweldig. Iedereen zit te lachen om Paul de Leeuw, de reetridder, die mensen met Down-syndroom een beetje afloopt te zeiken. Daar zitten wij om te lachen. Ja, nu niet meer, dat is nou weer wat anders. Nou, een andere reetridder die iets belachelijks doet. Maar in de dagen dat ik nog in bezit was van een tv, niemand heeft er ooit wat van gezegd. Ja, dat maakt ons toch niet echt het braafste jongetje van de klas, dacht ik. En de enige antidote, de enige remedie, het enige serum tegen de Jezuïeten is Jezus. Ik was een keer op een begrafenis van een artikel 31 kerk. Dat is een protestantse denominatie, om maar eens een mooi woord uit de kast te halen. Leuk, hè? In het kader van Paul de Leeuw, hè? Uit de kast halen. Nou, die man die op de kansel stond, die zei tegen de familie die daar samengedromd was om de uitvaart te doen. Het was ook een echte uitvaart, hoor. Geen tierenlantijnen, gewoon 6 planken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 planken. Dan dat lijkt erin natuurlijk. Die kist die was ook niet in de kerk. Want wat doet een kist in de kerk? Wat doet een lijk in de kerk? Waarom? Ja? Ten eerste nodig. Nee, die mensen waren in de kerk en die kist die stond ergens. En die man die op de kansel die hield een praatje. Daarna kwam er een lunch. En een collega van die man die hield tijdens de lunch nog even een praatje. En dat praatje tijdens de lunch was wel leuk. En toen was de lunch op. Toen gingen we met z'n allen in de auto. En dan kwamen we bij de begraafplaats. Die lag naast de A12. Het meest lullige stukje land wat er maar was. Want ja, ons heeft niet veel geld. En daar hadden ze een gat gegraven. Dat was van tevoren netjes klaar. Dat was een hele korte plechtigheid. Namelijk dat we liepen met z'n allen naar het gat toe. En daar werd die kist, lieten ze zakken in dat gat. Iedereen kon zien dat die echt in de grond lag. En toen zijn ze begonnen met daar wat aarde overheen te gooien. En dat was het dan. En tijdens die dienst, voor de lunch, ik kreeg nog een pepermuntje van de nicht van de moeder van mijn kind. En die man schelde, jongen. Echt een donderpreek. Wat doen jullie hier? De doden herdenken of zo? De begrafenisplechtigheid? Wat doe je hier? Ben je zelf wel in leven? Hè? Ik kan wel een beetje lopen janken over het feit dat Piet dood is. Hij heette geen Piet, hoor. Oude opa, zo heette die. De man is heel oud geworden. Hij dronk jenever en hij rookte wel eens een sigaar. En die man zo, ja, je kan weer hier komen om te zeggen, oh, Piet is dood. Maar ben jij wel in leven? Knock, knock, who is there? Anybody home? Wat een goede preek was dat, man. Ik was zwaar onder de indruk. Nou, die lunch was ook totaal goed. Het was en thee, en koffie, en water of melk. Nee, ze hadden melk en karnemelk. En dan boterhammen met en kaas en servelaatworst. En iets met jam. Nou, dan ben je toch klaar met de lunch. Nou, die begraafplaatsen. Je hebt die auto's. Je ligt langs de A12. Die snelweg van Utrecht naar Den Haag. Een beetje woes, woes, woes geluid. Maar ja.
Ja, een beetje achtergrondruis. Dat irriteerde me niet echt, hoor. En het was niet zo lekker weer, maar ja. En er kon ook niemand wat aan doen. En die plechtigheid die duurde niet lang. Dus aankomen wandelen met z'n allen. Nou, die kist even dragen, dat hoefde ik niet te doen. Ja, ik was aangetrouwd, meuk. En, ik was er getuige van dat ze die kist inderdaad lieten zakken in de grond. En ja, dan is het in principe klaar. Hè? Aarde eroverheen en dan doe je allemaal. En iedereen weg met een happy smile. Kijk, dat is de manier om te gaan met het leven. Gewoon de doden begraven, niet al die tierlantijnen, man. Ja, bedoel, het mag wel, hoor. En ook niet erg. Ik ben ook op een andere begrafenis geweest. Dan hadden ze van die heerlijke broodjes met de rucola en een stukje zalm. En zelfs glaasjes wijn. En, ach, man. Dat is ook wel lekker. Maar doe mij maar zo'n begrafenis van het artikel 31 geloof. Vond ik er even iets indrukwekkender. Dat vind ik iets meer een serum, meer een remedie. Meer een in contact komen met de wezenlijkheid van je bestaan. En dat wij met Nederland, samen met België, samen met Duitsland, met Engeland. We worden helemaal naar de verdoemenis geholpen. En Mark Rutte. Mark Rutte heeft niet eens een vrouw en kinderen. En die zit me een beetje te lachen. Lekker met Beatrix naar de Bilderberggroep. Ha. En de BTW gaat omhoog met 23%. Ja, ik zeg het maar even. Oh ja, en het nieuwe bericht is, de BTW gaat voorlopig echt nooit meer omlaag. Dat de BTW omlaag gaat, dat kan je lekker vergeten. Dat gaat nooit en nooit en nooit gebeuren. Waar ze op aan gaan sturen is dat zo dadelijk iedereen, ongeacht of je werkt of niet, je krijgt een bepaalde hoeveelheid geld. Waarschijnlijk wordt dat wekelijks uitgekeerd. Sparen en zo, dat wordt je onmogelijk gemaakt. Dat hoeft niet meer, want je krijgt iedere week krijg je precies genoeg om in leven te blijven. Alsjeblieft. Als je je gedraagt natuurlijk. En als je stoute dingen doet, dan krijg je die week geen geld. En iedereen om je heen is net zo arm als een kerkrat. Dus lenen of zo. Ja, dat zit er even niet in. Hè? Dat is wat ze gaan doen. Privébezit wordt afgeschaft. Alles is van ons allemaal. En ons allemaal, dat is een BV. En achter die BV daar zit meneer de Paus. Ik beheer het bezit van ons allemaal. En niets is meer van iemand persoonlijk. Ja, afschaffen van privébezit. Communisme is van de Jezuïeten. Het hele idee, Karl Marx. Met dat belachelijke boek. Het Kapitaal. Er waren Jezuïeten bij betrokken. En dat boek is gebruikt om Rusland aan de bedelstaf te brengen. Op het moment hè, dat ze die Berlijnse muur, die muur die door Duitsland liep, hè, dat ze die muur omlaag brachten. Dus eind jaren 80 met Gorbachev. Zo, met die perestroika en die glasnost. Op dat moment was de hoofdinkomsten van de overheid, de belastingen dus, dat werd betaald door de ambtenaren. Met andere woorden, al het geld wat de overheid gaf aan de ambtenaren om het mooie ambtenarenwerk te gaan doen. Ja, daarvoor kwam 40% terug en dat was 80% van de belastingen. Ja, toen dachten ze, nou weet je wat, laten we die muur maar omlaag halen, want hier is iedereen aan de bedelstaf. En in Duitsland, het westen van Duitsland, waren ze in eerste instantie hartstikke blij dat die muur weg was. En dat ze weer vrij van links naar rechts in Berlijn konden. Tot ze erachter kwamen hoe ongelooflijk armoedig Oost-Duitsland was. En dat ze vanuit het westen geld konden gaan pompen naar het oosten. Wat ze natuurlijk deden, want het waren hun broeders en zusters. Maar ze zagen die armoede en ze dachten, wow. Ja, moet je nu kijken in het westen van Duitsland? Is dat er rijker op geworden?
Met die toevlucht van al die mensen uit Turkije bijvoorbeeld? Het scheelt niet veel hoor, of er wonen in Duitsland meer Turken dan in Turkije. En dan moet je kijken naar de toestand van Turkije. Ben je wel eens in Turkije geweest, jongen? Ik wel hoor, in 2011 of zo. Was het 2012? Nee, 2011 was dat. 8 jaar geleden was ik in Bodrum. Jongen, in het asfalt zitten de gaten. En die Turken die daar dagelijks in de rondte rijden met hun rare autootjes. Wat even maar rijdt, dat is daar een auto. Die weten precies waar de gaten zitten. Ja, die rijden netjes omheen. Maar als jij dan niet bekend bent, nou, dan rij je zo met je leuke auto een bam in een gat. En ja, dan is de hele boel kapot. Ik was daar in een soort van sauna. Jongen, daar stonk het naar riool. Bodrum is dat. Dat is een van de meest welvarende gebieden van Turkije vanwege de toerisme. Dat zijn aardige mensen hoor, die Turken. Daar hebben we geen probleem mee. Maar zo'n habam of zo? Nou, mij ga je er niet meer aantreffen. Gadverdamme, wat een lucht. Doe mij dan maar een sauna hier in Nederland. Dan ruikt het tenminste fris. Dank jullie wel voor het luisteren naar dit mooie verhaal over de Jezuïeten. En nu ga ik nog even nadenken over een mooie pakkende titel. Ja, jullie weten al hoe die pakkende titel zal worden. En je vond die titel pakkend, want anders heb je het niet uitgeluisterd. Ja? En dan zeg ik op zijn hamburgers, tjus en dag lieverds.